Reageer je soms iets te lief op vrouwen? Denk je ook, ja. Heel goed gedaan. Twijfelt een vrouw soms aan jouw heteroseksualiteit? Ja, herkenbaar. Of wil je gewoon eventjes goed cringen? Uitmatig teleurstellend. Welkom dan bij deze video. Datingcoach reageert op langlevende liefde en vandaag heb ik iets speciaals voor je. Welkom trouwens op het kanaal. Mijn naam is Daan de Ram, al meer dan 12 jaar lang datingcoach. Laten we beginnen. Om alvast elkaar te leren kennen, gaan wij het spel Wie is het spelen. Het houdt niet op bij langlevende liefde met de meest cringy, onmogelijke eerste ontmoetingen. Stel mij alle vragen die je nodig hebt mij te vinden. Veel plezier en succes. Liefst Martijn. En hij zit daar in een doos, terwijl zij binnenkomt. Als jij meedoet aan langlevende liefde, dan is dit hoe het productieteam tegen jou spreekt. Ja jongen, je wilt natuurlijk wel een beetje met een gelikte eerste indruk binnenkomen. Nee, zo'n bosje rozen, dat doet het hem niet. Wat dacht je anders dat je even een leuk grappig pakje aantrekt? Was dat nou Snoop Dogg in een cadeau-outfit? Of wat nou als jij je even gaat verstoppen achter een hooibaal en je doet een soort camouflagepak aan? Ja, ja, top, dat is top, dat vindt ze leuk. Of ga gewoon helemaal gek en wees echt, jij moet gewoon echt jezelf zijn. Ja, zo doe je dat. Moeten ze ook allemaal gewoon blijven doen, goed voor de content. Nou, dan gaan we eens vragen, heb je een bril? Ik heb geen bril. Heb je een snor? Ik heb ook geen snor. Ben je blond? Donkerblond ben ik. Dan denk ik wel dat ik de goeie heb. Ja, volgens mij heb je de goeie. Ja, denk ik ook, ja. Heel goed gedaan. Jammer, ik had bijna goed. Maar die gast van de foto was wel iets leuker. Als je dit al ooit je date-introductie maakt, doe het dan wel slim volgens het Tinder-groepsfoto-principe. Waarop je zorgt dat je allemaal lelijke, onaantrekkelijke mensen om je heen hebt. En dat jij dan overblijft, dan is ook echt super happy dat jij komt aanlopen. Ja, volgens mij heb je de goeie. Ja, denk ik ook, ja. Heel goed gedaan. Volgens mij heb je de goeie. Je krijgt me er helemaal de schurft van. Niks tegen hem, maar je komt wel aanlopen een beetje zo met je... Je hebt heel goed gedaan. Nee, ze heeft gewonnen en jij bent de prijs. Je hoeft niet iemand te zijn die je niet bent, helemaal uitbundig en gek, maar ook niet de Wie is het troostprijs. Nou, ik ben Martijn. Ja, leuke binnenkomen moet ik zeggen. Dankjewel voor het compliment. Ja. Tijdens de eerste ontmoeting het oogcontact zoveel breken, komt over alsof je niet helemaal het contact aan wil gaan. En sommige mensen zullen dat misinterpreteren alsof jij niet geïnteresseerd bent. Andere vrouwen zullen het wel juist identificeren als waarschijnlijk onzekerheid. Heb jij veel relaties gehad? In totaal denk ik 1, 2, 3, 4, 5. Maar dan nog niet de juiste kunnen vinden. Nee, ze lopen allemaal weg. Nee. Ik heb het nog nooit uitgemaakt hoor, serieus. Dat meen je niet. Nee. Yes. Heel moedig dat hij zich hiervoor opgeeft. Super knap van hem. Hij is zichzelf waarschijnlijk al aan het ontwikkelen. Dat zou jij ook moeten doen. Anyway. De manier waarop hij spreekt, en dat zeggen mensen in de comments van deze video ook, is soms een beetje gay. Dit zijn letterlijk de top 3 comments. Het is duidelijk wie de jurk aan heeft in de relatie. Hij stapt inderdaad niet zomaar op vrouwen af, maar wel op mannen. Ik heb zo'n gevoel dat Martijn beter met Gordon of met Joling had kunnen matchen. Even heel verplicht zeggen dat er niks mis is met gay zijn, lijkt me vrij overduidelijk. Maar er is natuurlijk wel iets mis met gay overkomen op het moment dat je hetero wil overkomen. Mogelijk een afknapper. Waar het bij Martijn hierin zit, is de extreem snelle en hoge emotionele respons. Dat meen je niet! Nee. Dat meen je niet! Hij wordt een beetje hysterisch hoor. Misschien is het badminton. Laten we het hem vergeven. Bijzonder. Weet je wel? Ja, kunnen we elkaar een hand geven daarin? Ik ben gewoon een apart geval. Ik heb me altijd wel een apart geval gevoeld, daar niet van. Je hebt dan altijd een meute die een mening heeft en ik heb altijd net de andere mening, zeg maar. Ja, je bent het... je wijkt af. Ja, klinkt meteen zo lekker meteen of je in het hokje stopt, je wijkt af. Dit is een punt waar ik veel mannen op coach. Dan krijg ik een audio van ze ingestuurd in mijn programma. En dan kan ik meeluisteren naar een paar minuten van je date. Of een paar minuten van je ontmoeting. En dan zie ik heel veel soortgelijke patronen. Eentje daarvan is het gebrek aan risico's durven nemen in een interactie. Door risico's te nemen creëer je kansen. Maar vaak doen we dat niet omdat je je nek ervoor moet uitsteken. Martijn zei hier iets dat een beetje risicovol is. Ja, je bent het... je wijkt af. En direct probeert hij het opnieuw netjes in te pakken om maar niet op die teentjes te trappen. Klinkt meteen zo lekker meteen of je in het hokje stopt, je wijkt af. Maar daar wek je geen aantrekkingskracht mee op. Opwinding is gekoppeld aan risico. Je neemt haar mee in de achtbaan, niet in de draaimolen.
je hebt dan altijd de meute die een mening heeft en ik heb altijd net de andere mening, zeg maar. Een veel beter antwoord van Martijn was geweest: oh, je bent niet het zwarte schaap, jij bent het paarse schaap met gele stippen. Nou, precies mijn type. Je maakt haar daar een beetje belachelijk mee. Je doet er een schepje bovenop in plaats van op je tenen te lopen. Een ander goed antwoord was geweest: oh, je hebt een andere mening dan iedereen. Nou, iedereen vindt dat ik een kleine piemel heb. Nee, dit moet je niet. Oké, knip. Een van de redenen waarom hij niet zo heteroseksueel overkomt, is de ontzettende bewegelijkheid. Het is zo goofy. Hoe deed jij dat nou? Hoe deed ik dat? Heel, heel charmant. Wat goed aan hem is, je voelt je wel veilig bij zo'n type. Hij is heel lachen, hij is vriendelijk, het is echt een goed persoon. Misschien zeg je nu ook in de comments van, nou ja, maar ik ben ook gewoon zo ontzettend lieverd en ik lach ook gewoon om, op die manier. Ja, dan moet je ook lekker niks aan jezelf veranderen en de resultaten blijven krijgen die je hebt gekregen in het verleden. Maar ik denk, je hebt meerdere kanten van jezelf en je bent aantrekkelijk als je iedere kant van jezelf hebt ontwikkeld. Soms zit ik ook met mijn vriendin op de bank een film te kijken en zij zegt iets plagerigs of zo en ik moet toch net naar de wc. En ik zeg, oh, vind je dat? Nou, ik vind dat niet. En mijn meest woke strut loop ik dan weg. Kijk, dat is grappig. Het is leuk als je een beetje vrouwelijk kan zijn, een beetje mannelijk kan zijn. En hij zit zo in heel erg één gedeelte van zijn persoonlijkheid. Wat ik me dan afvraag is, waar is het gedeelte van zijn persoonlijkheid dat gegrond, direct, mannelijk is? Geef je date een compliment. Kom erop. Kom erop. Je kan al voorspellen, het gaat een vriendelijk, leuk compliment zijn. Ik vind het leuk dat je maar zo zomers gekleed bent. En ik vind dat je hele mooie ogen hebt. Maar dat heb je vast ook al gehoord 100 keer. Waar is het stukje risico of mannelijkheid? Je zou kunnen zeggen, nou, het is een beetje een compliment en een belediging. Maar ik vind het jammer dat je nog steeds die jurk aan hebt. Nou, het is misschien te seksueel, waarschijnlijk te snel. Het zou goed zijn in een nachtclub. Je kan ook een beetje wat water bij de wijn doen door een beetje te plagen en te zeggen, ja, op zich een heel klein beetje pietje vind ik wel jouw ogen stiekem een beetje mooi. Maak je het even wat klein, ook wel grappig. Gewoon niet zo lief de hele tijd. Ben ik de man, vrouw, nou, man, waar jij op gehoopt had? Wel mooi dat hij daar even zelf nog invult. Nou, man ben ik wel, toch jongens? Heb ik nog mijn mannelijkheid kaart of is hij al ingetrokken? Ah nee, ik moet hem niet zo boeien. Het is een goede kerel, hard op de juiste plek. Je sluit echt gewoon overal op aan zo'n beetje. Dus alleen daarom al zou je eigenlijk denken van, ja, maar is dat ook zo of niet? Ja, ik weet niet of ik het meer als vriendschap zie, maar dat is ook meer, ja, bij mij is dat niet heel snel dat ik... Ik snap je. Wat je kan helpen in zo'n situatie, als je stem wel eens verspringt of het is heel emotioneel reactief. Ik snap je. Is even wat dieper doorademen vlak voordat je spreekt. En nu begin je te spreken. Dan is het vaak net wat dieper. En hey, opnieuw, het mag eventjes omhoog gaan met je stem. Dat is soms heel leuk. Maar dit is wel heel veel. Maar ik ben wel benieuwd, zeg maar. Want ik schat jou niet in als de persoon die zomaar op vrouwen afstapt. Klopt, dat doe ik niet. Hoe ben je dan in een relatie? Want zeg maar, als je dan wel op je gemak bent bij partner, is het dan wel, zeg maar, dat jij echt die intimiteit vanuit jezelf opzoekt? Ja, ik ben wel een knuffelmonster, zeg maar. Oh, dat is zo grappig. Ik heb het hier tot nu toe niet gekeken. En ik dacht al meteen, wat ziet hij als intimiteit? Want ik dacht al meteen, ziet hij dat überhaupt als seks? Of denkt hij nu inderdaad zo'n knuffelig moment en heel diep in de ogen aankijken? Want dat zie ik hem helemaal doen. Vaak is zo'n type als dat daar comfortabel mee. Maar het seksuele opzoeken vraagt me ook af, want het straalt hij gewoon niet uit. En opnieuw, misschien ben je aseksueel, misschien heb je dat niet. Dat is helemaal oké. Maar het gaat er hier om, wil je dat meer? Nou, dan wil je ook die kant in jezelf ontwikkelen. Als jij gewoon zegt, nou, ik wil ook weinig vrouwen en ik wil weinig seks. Nou, dan moet je gewoon zo blijven zoals dit. Maar als je die dingen wel wil, nou, dan moet je ook dus die kant in jezelf ontwikkelen. Maar ben je ook echt iemand, zeg maar, die daarin wat, ja, moet ik zeggen, niet dat lieflijke is, maar... Je bedoelt meer... Hoe ga je noemen een mooi woord? Het is hetzelfde als, zeg maar, dat je denkt van, nou, nu doe ik je tegen die muur, ik pak je gewoon. Even stom gezegd. Als ik gewoon weet dat de partner dat accepteert. En dat dan, ja. Ik vind het altijd heel... Ik zoek een beetje... En hij zoekt ook naar de juiste woorden ervoor. Oh ja, hoe noem je dat eigenlijk? Hoe noem je dat netjes? Ja, als ze dat prettig vindt. Heel erg goed. Kijk, mannen zoals dit, die zijn natuurlijk sweethearts. Die
denken heel erg na over, oh, vindt ze het prettig? En dat is heel erg belangrijk, want er zijn genoeg vrouwen die iets vervelends is overkomen op seksueel gebied. Gasten die aan de billen knijpen. Fucking idioten. Maar hij is er zo los van. Oh ja, hoe noem ik dat? Oh ja. En veel vrouwen die raken wel opgewonden van een man die egoïstisch durft te zijn. En ergens voor durft te gaan. En het is opnieuw als die smaak er ook in zit. Want veel vrouwen vinden het natuurlijk heel vervelend als een man heel de tijd egoïstisch is in bed. Maar ik heb het heel vaak gehoord van vrouwen tijdens seks dat ze dingen zeggen als, oh, wees egoïstisch. Of doe alles met me wat je maar wil. Dat het echt een verlangen is van, oh, ik wil dat jij je uitleeft. En ik wil dat jij het prettig vindt. Maar hey, ik heb ook heel vaak van vrouwen gehoord, ook vond het zo fijn hoe lang je met mij bezig was. Of dat je echt je tijd nam om mij te bevredigen. Het gaat erom dat je beide smaken kan toevoegen. En hij is zo monotoon in zijn smaak. Het is echt een eendimensionaal karakter. Je hebt zo'n hele zachte touch, zeg maar, over je heen en alles. Mm-hmm. Maar of er ook een beetje die pit in zit. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, dat heeft hij niet. En vaak is dat omdat je een bepaald stuk in jezelf hebt afgewezen. Kan zijn dat er niet is. Maar dat ontstaat dan vaak bijvoorbeeld bij een veel te dominante vader die allemaal altijd maar zei hoe het moest. Of misschien ben je juist heel erg op je teentjes gaan lopen als soort overlevingsmechanisme. Toen je nek uitstak, kreeg je klappen op school. Dus ben je heel erg op je tenen gaan lopen op een manier dat iedereen je wel lief en aardig vond en met rust liet. Het kan duizenden dingen zijn en dat is waarom vrouwenversieren altijd een tocht is van naar buiten gaan, aanspreken, technieken leren, zinnetjes leren en ook naar binnen gaan. Overtuigingen, gevoelens, je eigen houding met je seksualiteit. Met beide help ik trouwens in mijn programma's. Bel daar eens voor in. Kunnen we gewoon spreken. En dan spreek je mij waarschijnlijk ook live. En dan coach ik jou naar resultaten. Inmiddels hebben we tientallen video succesverhalen op onze site staan. Kun je eens doorheen bladeren. Nou, waar heb je zin in om te doen? Ik vind het hot vind ik een goed idee. Oké. Ik heb wel tenminste, dat heb ik gewoon. Ik vind dat wel eng, zeg maar. En de hot tub gaan? Ja, nou niet de hot tub zelf, maar mezelf sowieso bloot in die zin geven. Ten opzichte van mij? Ja, bij jou ook. Maar ook op een spreken stel vrienden zouden zeggen van, goed, we gaan zwemmen. Dan vind ik dat toch altijd wel wat, ja. Er is niks mis met angsten natuurlijk. Iedereen ervaart angst. Alleen het probleem is heel erg meegaan en geloven in je angst. Oeh, ik ben bang en oeh. Kijk, het is ergens heel nice dat hij het eerlijk gezegd, ik geloof ook heilig in radicale eerlijkheid. Het is een van de grote fundamenten van mijn filosofie. Maar daarbij komt ook radicale verantwoordelijkheid. En dat betekent dat je draagt. Dat je zegt, oh, dat vind ik wel spannend. Maar niet dat je er zo bij zegt, oh, dat vind ik wel heel spannend. En dan als mijn vrienden dan zeggen, we gaan zwemmen, dan dit en dit. Jeppie. Ja, dan, je verliest jezelf een beetje in die angst dan. Het is oké om angst te voelen, maar het is ook dus een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Oh, ik voel daar een angst. Oh, die ga ik overwinnen. Hij zou er heel goed aan doen om eens een dag naar de sauna te gaan. In zijn eentje. En daar naakt rondlopen. En gewoon zien, nou, dat is oké. Prima. Heel chill trouwens. Doe ik graag 1 à 2 keer per maand. Heel awkward. 1 keer kwam een dude in de sauna me aanspreken in zijn blote leuter. Van, hey, je bent toch Daan van YouTube? Ja, gelukkig had ik mijn badjas aan. Hij was zo, oh, ben je hier nu ook aan het coachen? Als je me herkent in de sauna, laat me lekker met rust, jongens. Je hebt vast heel veel aan deze informatie. Omdat ik niet zo, in die zin, ik niet tevreden ben over mezelf, zeg. Oh ja, dat. Ja, en dat mag, dat is oké. Er is niks mis met je lichaam niet helemaal prettig vinden. Maar neem er verantwoordelijkheid over. Als dat zo is, waarom ben je niet 5 dagen per week in de sportschool? Of op zijn minst 3 dagen per week? Hij is single. Nou, dat moet zich terugvertalen in wat vrije tijd. Of als je die onzekerheid hebt, zet er iets tegenover. Van, nou, om die reden bulk ik nu en ben ik voor het eerst gaan sporten. Crossfit, bedenk maar wat. Dat is ook gay, maar dat kun je ook doen. Het is een grapje, niet cancelen. Ik snap gewoon niet hoe je een angst kan hebben en die wel eerlijk kan zeggen, maar er gewoon helemaal niks mee doen. Van, overwin die shit. Ik ben wel heel ontspannen bij jou op zich. Ja, dat heb ik dus ook. Het is niet dat ik het idee heb, zeg maar, dat ik tegenover iemand zit waarbij ik me minder voel of zo. Als vrouwen niet snel met jou op date willen gaan. Of ze wil niet haar nummer geven, maar wel haar Instagram of van een dating app voelt ze het niet snel. Dan kun je best wel wat leren van hem. Hij creëert wel het gevoel van veiligheid, maar nul het gevoel van opwinding. Ik ben eentje die sowieso gemakkelijk al praat met iedereen. Dus ook met jou nu. Mm-hmm. Alleen, ik weet nooit, zeg maar, of dat echt meer in zit bij mij dan vriendschap dan, zeg maar. Dus ik vind dat dan heel lastig om dat nu in te schatten.
Als je vaker eerste dates hebt, maar geen tweede dates, dan kan dat goed komen omdat er weinig opwinding is, maar wel heel veel veiligheid. En dat zie je hier precies gebeuren. Zij is een lieve en ik zou zeggen waarschijnlijk gevoelige vrouw, maar nog steeds zoekt zij ook een man die het initiatief durft te nemen. Daarom vroeg zij heel subtiel en heel slim. Ik schat jou niet in als de persoon die zomaar op vrouwen afstapt. Daarmee zoekt ze naar initiatief. Daar is iets aantrekkelijks aan. Daarom zie je in vrijwel iedere dansvorm dat de man aan het leiden is en dat de vrouw kan ontspannen. Dan zie je veel bewegelijke ronde bewegingen bij de vrouw en je ziet meer statische, leidende, dienende beweging bij de man. Ik zeg dienend, omdat veel feministen denken, oh, de man neemt de leiding. Nou, dat is vrouw onvriendelijk, want de leidinggevende die verdient meer en die is meer en die is beter, die staat boven haar. Maar nee, je neemt leiding in dienst van het geheel. Zij is degene die hier leidt en zij heeft inderdaad de broek aan en hij toch wel iets meer de jurk. Hoe zorg jij ervoor dat jij niet in de friendzone belandt? Hey, hij durft het trouwens wel. Hey, goed van hem. We hadden het net over angst aankijken. Ik vind dat wel eng, zeg maar. Om mezelf sowieso bloot in die zin geven. Netjes. Ik ben heel benieuwd naar dit antwoord. Nou. Dit is zo kut. Ben je er nu mee bezig? Ze kapt het af. Ben je er nu... Ja, dat is eigenlijk wel wat aan de hand. Ze heeft al 2 keer of 3 keer gezegd van... Nou, ik weet niet of het vriendschappelijk is. Ja, dat is kut. Ik ben er ook geweest. Meerdere keren. 1 keer 2 jaar. 1 keer 1 heel jaar. Zoveel tijd verspild aan gewoon iemand achterna zitten. En denken dat ik verder kwam. En heel veel praten. Heel lief. Heel serieus. En gewoon geen flauw idee hebben waar je mee bezig bent. Dat was kloten. Dit is zo kut. Ben je er nu mee bezig? Nee. Maar het gebeurt me altijd. Als lichaamstaal-expert kan ik je vertellen, deze blik betekent nee, je bent wel in de friendzone aan het belanden. Hoef je geen lichaamstaal-expert voor te zijn. Maar het gebeurt me altijd. En dat is gewoon uitermate teleurstellend. Oké, maar dan nog. Ik hou daar helemaal niet van. Nee, maar het gebeurt me altijd. Nee, het gebeurt jou altijd, omdat jij de constante factor bent, omdat jij iets doet waardoor je in de friendzone komt. Als jou iets vaker overkomt, stel jezelf de vraag, wat in mij zorgt ervoor dat ik hieraan bijdraag? Natuurlijk, er is altijd iets als pech, tuurlijk. Maar wat in jou draagt eraan bij? Wat doe je ermee? Als ik dat toch eens zou weten, ik vermoed dat het komt door mijn... Oh, oké, daar komt hij. Oké, nee, nou, nu heb je het, Martijn. Nou, wat goed, Martijn. Met alle liefde, als je dit kijkt, bel eens met ons in. Ik zou een flinke korting geven als je een training of iets wilt doen. Kun je gewoon voor inbellen. Ik roos je super hard. Ik hoop dat je daar sportief over bent. Maar opnieuw, ik vind het moedig en ik vind het heel leuk dat je hier wat zelfkennis laat zien. Ik vermoed dat het komt door mijn karakter. Wie ik ben, wat ik doe, hoe ik in elkaar zit. Ja. Maar wat denk je dan dat er voor nodig is om dan niet in de friendzone? Ja, als ik daar in het echte leven toch eens een antwoord op had. Confronteren, want dit is wat altijd in mijn leven, de hele tijd, altijd gebeurt. Ik hou daarvan. Het is wel vaak dat vrouwen de bad boy willen. En dat ben jij absoluut niet. Nee. Dat is hij niet en dat hoeft hij ook niet te zijn. Wat zij bedoelt is het stuk in jezelf daar ontwikkelen dat risico's neemt. Dat... is van, hey, oh, ik fucking wil jou, dat seksueel durft te zijn. Want je hebt ergens waarschijnlijk die wens. En het gaat erom dat je dat meer toelaat, durft toe te eigenen. Meer je nek durft uit te steken op die zaken. En je hoeft niet een of andere bad boy met een leerjackie en een grote bek te worden. Dat ben ik ook niet. Sterker nog, ik ben een ontzettende introvert. Ik ben een ontzettende nerd. Ik kan me heel stuk spelen op videogames, op allemaal nerd topics. Ik hoef helemaal niet in grote groepen of in nachtclubs te zijn, maar toch heb ik 100 vrouwen versierd. En heb ik inmiddels bijna 4 jaar nu een relatie met mijn superlieve, supermooie, superfijne en 10 jaar jongere vriendin. Wil je daar ook doorheen gecoacht worden? Bel eens met ons in. Was er meer voor vandaag. Liefde.